Leclerc en ik ben hier werkzaam als internist. Internist is een heel breed specialisme. Een internist behandelt ziekten van de inwendige organen. Je kan erbij denken aan bloedziekten, maar ook aan ziekten van de nieren, maag, darmen, lever, hormoonziekten. Heel breed dus. Ik zie met name patiënten met suikerziekten en daarbij behorende problemen zoals hoge bloeddruk, de hoge cholesterolgehalte. Daarnaast zie ik ook patiënten met botontkalking, hormoonziekten en de laatste jaren chronische koorts. Kijk hoe de bloeddruk is. Ik heb de vorige keer de medicatie uitgebreid. Heeft u nog last gehad van bijwerkingen? Interne geneeskunde is leuk omdat het zo breed is. En omdat het zo breed is, is het heel divers. En mensen die komen vaak met lichamelijke klachten bij ons of afwijkende bloedonderzoek waarbij het niet duidelijk is wat er mankeert. En dat kan een hele puzzel, een hele zoektocht zijn. Daarnaast is het zo dat wij als internist ook patiënten hebben met chronische ziekten. En juist langdurige behandeling en follow-up van de patiënt geeft een toegevoegde waarde. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. En de specialisatie interne geneeskunde heb ik gedaan in Deventer, Zwolle en Enschede. Daarna ben ik naar ziekenhuis Bernhoven gekomen. Bernhoven is een algemeen ziekenhuis, een middelgroot ziekenhuis. Het leuke daaraan is dat je je vak ook in zijn volle breedte kan uitoefenen. Daarnaast kennen de specialisten elkaar onderling en alle werknemers. En dat maakt het contact heel prettig, heel vlot. Je krijgt de zaken snel geregeld. Contact met de huisarts is goed, is ook belangrijk.